Goedemorgen papies, dames en heren, jongens en meisjes. Mijn naam is Calvijn, welkom bij een nieuwe video. Het is nog steeds Kelsember, de maand waar ik om de dag een video upload, mits van het aantal likes halen wat ik aan jullie vraag. En vandaag is dat dit aantal likes. Dus geef deze video even een duimpje omhoog. Ja, dan kun je overmorgen weer genieten. Lekker! Het is vroeg. Het is momenteel 7:30 om eerlijk te zijn. En ik ben naar Beverwijk gereden met een bijzondere reden. Namelijk, ik ga vandaag van telefoon switchen. Ja. En ik ben ziek. Maar in ieder geval, ik ga mijn telefoon een dag omwisselen met die van Senna. Senna is 12 en ik ben 23, dus dat wordt lachen. Laten we die kant op gaan. Ik ben benieuwd wat de dag ons gaat brengen. Merry Christmas. Welkom. Was goed? Ja. Wij zijn allebei moe. Senna is een belangrijke dag. Ja. Dit is een bijzondere dag. Je hebt namelijk net een nieuwe telefoon. Laat hem eens even zien. Ja. Hoe lang heb je deze telefoon? 2 dagen. Dit ding is 2 dagen oud, maar er staat al wel rommel op van langer geleden. Ja. Ik heb gewoon echt een historie van jaren op mijn telefoon. Ja, ik dus niet. Echt verschrikkelijk. Maat, jij kan letterlijk op in mijn YouTube kanaal kijken. Je kan mijn YouTube kanaal verwijderen als je wil. Ik ga sowieso wel jouw cijfers kijken. Je hebt me nu wel op ideeën gebracht. Ja, kut. Senna en ik gaan vandaag van telefoon switchen. Waarom? Content. Ik ga nu gewoon de hele dag niet op mensen kunnen reageren. Zo. Ja, dat is gewoon irritant. Ja, gewoon je kan gewoon echt niet veel. Ja, want waar denk je dat je het meest last van gaat hebben? Want ik weet natuurlijk niet waar je als 12-jarige een telefoon voor gebruikt. Met vriendinnen-app of zo? Met Fien? En dat begrijp ik niet. Kijk, ik kan niet in mijn agenda. Oh, je weet niet eens wat je moet doen. Ja, ik heb vanochtend wel even gespiekt. Kun je Nina een nummer? Volgens mij ook niet. Kak. Jeetje, ik kan niet eens mijn vriendin bellen. Ik kan alleen je moeder bellen. Moeten we nu ruilen? Ja, ik denk het wel. Doe er geen gekke dingen mee. Laat hem ook echt niet vallen, dat is belangrijk voor mij. Oké. Cool. Oké, ja. Dankjewel. Ik weet ook niet hoe dit ding werkt. Ja, ik ben nu zonder weg naar school. Alleen, ik luister dus altijd muziek op de fiets. Maar ik ben nu mijn oortjes vergeten en ik weet überhaupt niet of Kel wel Spotify of zijn ding heeft. En anders kan ik er Kel hele rare wijs. Dus de dag begint al goed. Not! June is nu een berichtje naar mezelf aan het sturen, kijken wat hij zegt. Hey, wie is Dune? De vriendin uit de klas. Dune vraagt, hey Senna, waar ben je? Ben je al op school? June. June is het. Hey June, nou wat leuk weer even te spreken. Ja, ik ben er. Ik zit achter in de aula. Links achterin zit ik. Hij zei, hi June, ik zit links achter in de aula. Nee, tuurlijk niet. Ik besef me trouwens net dat mijn vader jarig is vandaag. Maar ik kan hem natuurlijk helemaal niet feliciteren, want ik heb zijn nummer niet. Maar ik kan niet die zoon zijn die niet zijn vader feliciteert op zijn verjaardag. Maar ik moet dat wel even doen eigenlijk. Dus ik ga toch eventjes van de mogelijkheid gebruik maken. Hey Sen, mijn vader is vandaag jarig. En ik wil hem eigenlijk even feliciteren. Ik doe dat in de ochtend, want als je dat smiddag doet, dan ben je die gast die vader feliciteert nadat de rest van de familie het al gedaan heeft. Dus dan is het meestal van, oh hij was te vergeten, maar omdat de rest het doet, dan doe ik het ook. Ik zeg wel even gefeliciteerd. Ik ga nu weer terug naar Amsterdam, want ik heb vandaag natuurlijk gewoon dingen te doen. Ik besef alleen dat ik mijn agenda niet bij de hand heb. Dus ik heb net mijn assistent gevraagd om me een screenshot te sturen van mijn agenda via Senna haar telefoon. Want mijn assistent werkt ook voor Senna, dus Martine haar telefoon staat hierin. Dus die gaat mij mijn agenda sturen en dan weet ik wat ik vandaag moet doen. Maar dit is nu al zo fucking omslachtig. Alles kost mij 3 keer zo lang. Ik wil trouwens even weten, als ik Senna haar playlist erbij pak, wat ga ik dan horen? Want ik had nooit een vader, mijn moeder was een vader. Jongens worden fuckboys en meisjes worden een kerst. What the fuck is dit? Jezus, wat slecht! Senna is wel gangster hoor. Als Senna oortjes in heeft, muziek luistert, dan luistert ze gewoon echt gang shit. Gewoon alleen maar gang shit. Ik vind het wel mooi, om heel eerlijk te zijn. Inmiddels heb ik 2 uur Senna haar telefoon. Ik kom er nu pas achter hoe simpel leven eigenlijk mensen van 12 hebben. Senna heeft wel geteld 4 berichten gekregen. Allemaal in de familie app. Die gaan over... Vanavond komt Karen eten. Jordi, moet jij werken? Ja, oké. Okay. Dat is het, zeg maar, mijn telefoon. Er zou ongeveer rond dit tijdstip zouden er denk ik 10 nieuwe berichten binnen zijn gekomen van 10 verschillende mensen, 10 verschillende gesprekken. De een wil even dit, de ander wil even dat. De ene zegt, hey, reageer je nog even hierop. Senna heeft nog gewoon zo'n lekker relaxed leven. Zo'n leven als 12-jarige, dat is gewoon wel even lekker. Terwijl ze wel Nina een beetje rare berichtjes aan het sturen is. Wat stuurt ze nou naar jou? Nina is nog... Stuur hem maar mee. Zo, ik ga Hi Love You gaan sturen.
hi liefje, hoe gaat het? Maar jij zegt nooit hi en je zegt nooit liefje. Toen zei ik, hey, eet je vanavond mee? Maar ze negeert me. Oké, ja, zijn grapjes aan het uithalen. Ik moet naar een afspraak en ik hoop dat die komt opdagen. Want dit is een afspraak die ik letterlijk 3 maanden geleden heb ingepland. Die nu in mijn agenda staat met iemand. Normaal gesproken check ik dan even van tevoren, hey, dan en dan toch daar? Maar dat kan nou niet, want ik heb het nummer van deze gozer niet. Kerkpap moest ik ook zeggen van Kel, want zijn vader is jarig. Nee, heb je dat gezegd? Ik heb het in 2 groepsappen gezegd. Ik zat nog te denken, ik moet eigenlijk even iemand bellen, maar... Oh ja, met Kelvin, wat moet je dan vandaag? Ik ga nu Maan bellen en dan ga ik gewoon zeggen... Hallo? Je hebt me gebeld? En dan zegt ze... Nee. Oh, nou, ik heb een gemiste opdracht staan en dan zegt ze sowieso... Hé, maar wie ben je dan? De jongere versie van Kelvin. Zoiets wil ik gaan zeggen. Yo, had je gebeld? Ja, ik heb een gemiste opdracht. Dit is sowieso voor een filmpje. Fijne dag. Kijk, ze vroeg niet wie ik was. Ik wist niet wat ik moet zeggen. Oh. Jongens, ik heb even een foto naar Ma gestuurd. Haar, ik was het wat voor een video kusje scène. Sen heeft natuurlijk ook geen Park Mobile op haar telefoon. Park Mobile is een app waarmee je kan parkeren. Dus ik ga weer lekker ouderwets parkeergeld betalen. Ik heb trouwens net wat geniaals bedacht. Ik ga namelijk gewoon op Senna haar Instagram alleen maar stories maken dat je mij niet ziet. Dan doe ik gewoon alsof zij het is. En dan ga ik gewoon doen alsof zij vandaag aan het spijbelen is. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat ze vandaag gewoon straf krijgt. Het is tijd voor mijn afspraak. Ik hoop dat hij er is. Jongens, ik heb dus 199.000 volgers op Instagram. Dus ik dacht, ik ga gewoon een story maken. Ik zeg dat ze mij al even moeten volgen. En dan kan Kelvin het vieren dat ik dan 200.000 volgers heb. Volg me allemaal even en dan kan Kelvin het vieren op mijn account. Dus volg me allemaal even voor die 200.000. Staat hieronder er wel ergens. Let's go. Ik heb even 2 uurtjes gewerkt. Of in ieder geval een poging gedaan om te werken. Maar nu ben ik er even klaar mee. Dus nu is het tijd voor een beetje kattenkwaad. Want je hebt natuurlijk niet elke dag de telefoon van een 12-jarig meisje in je handen. En ik heb het idee dat Senna ook wel wat streken aan het uithalen is. Dus ik wil er nog even gebruik van maken. Oh mijn god, jongens. Ja. Nee, hij is live geweest. Nou, wat zeggen mensen allemaal? Hallo. Oké, even kijken. Hier, ik zit in Senna klasse app. Wat hebben jullie voor geschiedenis? Het staat erop. Kijk dan, al deze mensen. Ik ga nu op Senna haar magister kijken. Volgens mij weten we allemaal wel wat magister is, maar ik zal nog even uitleggen. Dat is zeg maar dat systeem waarin je cijfers kan zien. Dat had ik vroeger ook altijd. Hoe werkt dit? Geschiedenis. Oh! Een 4.3. Ik zal Senna even bellen met het goede nieuws. Yo! Hey, ik heb een leuk nieuwtje voor je. Ja, je bent live gegaan op mijn Insta. Ik zag namelijk in jouw klasse-app net dat je geschiedeniscijfer erop staat. Oh mijn god! Nee, dat vind ik echt niet grappig. Ik ga, ik denk niet dat ik het ga zeggen. Oké. Kijk, er is iemand die heeft een 3.3. En er is ook iemand die heeft een 8.5. Iemand heeft een 5.2. Ik ga nu ook even wat doen, maar dat zie je later wel. Oké, dat is goed. Hou je uit, Thij. Doei. Dit is mooi. Ze heeft gewoon een 4.5. Ik ga het niet zeggen. Ik ga nu in haar groep, in haar klassengroep, ga ik gewoon zeggen. Ik heb een 9.4, heb ik er neergezet. Kijk dan, iedereen is helemaal blij voor Senna. Nou, en nu moet ik weer gaan leren, want ik heb gewoon toetsweek. Kom, we gaan even op Snapchat kijken. Morgen om 11:30 uit. Yeah! Good morning, good vibes. De dag overleven. Ciara. Morning! Yeah! 12-jarigen. Ik zie nu dat Senna wat stories heeft geplaatst op mijn Insta. Even kijken, 3 minuten geleden. Yo, ik ben niet Kelvin, ik ben Senna. En ik ruil vandaag de hele dag met Kelvin van telefoon. Dus ik heb nu zijn telefoon. Volg me allemaal en doe het vieren op mijn account. Hey, gewoon zieke shout-out naar zichzelf. What the fuck? Is ook nog echt waar. Ze heeft 119.000 volgers gewoon. Nou ja, ik gun je wel de 200.000. Wat dat betreft, lekker bezig, Sen. Zo heb ik je geleerd, hè. Marketing. Iemand vraagt aan Senna, vinden jullie het leuk om vrijdag naar de jubileumvoorstelling te gaan van bla 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 bla? Ik zeg... Ja, alleen als ik 13 hamsters mag meenemen.
Ik vind het helemaal te gek. Ik moet even aan het werk, ik moet even een belletje doen. Ik denk dat als ik klaar ben dat Senna al 200.000 volgers heeft gehaald. Jongens, ik zit er de hele tijd aan te denken. Kelvin heeft natuurlijk mijn telefoon, maar geschiedenis, hij belde dus net. Want het is ook had gefilmd. Dat geschiedenis erop staat, maar ik wil het zo graag weten. Had het gewoon beter gewoon niet kunnen vertellen. Oh, en nu echt, ik zit de hele tijd eraan te denken. Wat heb ik nou? Wat heb ik nou? Ging het goed? Ging het goed? Ik wil het zo graag weten. En ik ben er ondertussen gewoon nog bezig. Alles goed? Alles goed? Ik heb een vraag voor jullie. Maak even een filmpje met... Nee, dat is heel aardig! Ga maar! Maak even een filmpje met deze telefoon. Ja. En doe even alsof je hem zeg maar net hebt gevonden. Zo van, hey, van wie is deze telefoon? Jongens, ik heb mijn telefoon gevonden. Van wie is deze? Van wie? Jongens, van wie? Van wie is deze telefoon? Jongens, ik moet er weer vandoor. Ik moet er weer. Ik maak shit voor alles en iedereen. Of je nou 35 bent en je houdt van mijn shit omdat ik grof ben en scheld en alles doe wat ik wil. Of 23 of je zit in groep 7 als deze boys. Als je aardig bent, als de love real is. Als het respect aanwezig is, wederzijds respect. Mijn respect voor de jeugd, hun respect voor mij. Dan is er niks moois in de wereld, man. Ik ga nu terug naar Senna en dan ga ik gewoon doen alsof ik die telefoon ben kwijtgeraakt. Ik zeg gewoon, yo, waar de fuck is die telefoon? En dan gaat ze op Instagram kijken en dan ziet ze al deze boys. Ewa, waar de telefoon? Dat wordt geniaal. Kel zit sowieso niet in zijn auto. Kijk, hij gaat nu uitstappen. Kijk. Ik ga stuk. Godverdomme. Hey, fuck out, Drerry. Dat is een mooie telefoon. Dankjewel. Later. Nou, ik heb goed nieuws, ik heb slecht nieuws. Ik wil je ten eerste feliciteren met je 200.000 abonnees. Dat is lekker. Dat was het goede nieuws. Het slechte nieuws is, ik ben je telefoon kwijtgeraakt. Helemaal niet. Je maakt een grapje. Nee, ik zweer het je. Hij is weg. Mijn telefoon is er gelukkig nog, dus dat is nice. Wie zijn dit? We moeten dan daarheen. Ja, in één keer was hij weg. Nee, helemaal niet. Jawel. Hoe heet ze nou weer mijn code? Oh ja, dat is wel een goeie. Oké, hij ligt in de auto. Ja, ik dacht het al. Yes! Die had gelijk, kijk op de cam. Oh ja, kut, dat hebben we ook nog. Nee! Ik heb een onvoldoende. Ja, je hebt een onvoldoende. Ik had in jouw klassengroep gezegd dat je een 9,5 hebt, dus iedereen vindt je nou een nerd. Like deze video, want bij zoveel duizend likes komt er overmorgen weer een nieuwe video. Dankjewel Sam voor het meedoen.